dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe je deze oranje 360 Rotary Table maakt. Het dient voor objecten op te laten staan en die dan 360 graden draaien, zodat het makkelijk en goed vertoond wordt in de video. Dit zijn alle materialen die je nodig hebt. En alle oranje delen kan je uiteraard gratis downloaden op My Mini Factory. En van alle elektronica vind je een linkje hieronder in de beschrijving. Laten we beginnen. Je ziet hier een schema met een 9 volt batterij, een potentiometer en een servomotor. De gele servomotor, dat wordt natuurlijk bij mij de gearmotor. En zo moet je het dus solderen. Zoals je kunt zien ben ik hier aan het solderen en om elke soldeerverbinding doe ik ook een krimpkous, zodat het veiliger is. En zodat er geen kortsluiting kan ontstaan. En nu ga ik het eerst even testen. Dus ik ga de grote ronde plaat op de elektromotor zetten en doe de USB-kabel in de 9 volt input in de power supply, waar ik al eerder een video van heb gemaakt. Nu neem ik de potentiometer en test ik het. En ik zie dat het werkt. Dus ik lijm met het lijmstool een aantal draden vast. En zoals je kunt zien, linksboven, rechtsboven werkt het bij de Lamborghini Siaan. En een spoel met draad van ongeveer 170 gram. Voor de rest zie je ook nog de 3D printing timelapses. Als jullie deze video nu leuk vonden, doe dan zoveel mogelijk blauwduimpjes omhoog. Abonneer gratis op mijn kanaal, zet ook het belletje aan zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste video's die ik upload. Enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video.